De modders moeten wel stil liggen natuurlijk, want dat kan natuurlijk niet als ze dus heen en weer gaan schommelen. Hier komen de eerste mensen en ook deze mevrouw, een Spakenburger, een Spakenburgse vrouw. Is een moeder van 12 kinderen. Is een moeder van 12 kinderen. Ik bedoel, dus ze hebben al wat meegemaakt in het leven, dat geloven jullie ook allemaal wel. Jannetje die laat ons eventjes zien hoe ze dat gaat doen. Daar gaat Jannetje. Jannetje laat je die kennen. De krap op heeft ze netjes gestreken. En Jannetje die loopt net zo makkelijk van de ene. Jammer. Het is heel erg jammer dat Jannetje dat niet kan halen. Dat is de zuster van, Popoff. Popoff is, je kent het, het kerkje, je kunt wel zien. Het Russische staatscircus. En deze Sandra, die gaat ook proberen. Sandra, die staat erop. Oh, Sander. Sander is het, dat is Sandra, ja, natuurlijk. Daar gaat Sandra. Sandra komt helemaal niet ver. Daar gaat de volgende. Spodewijn, Koelewijn. Een hele goeie. Hij probeert het zelfs niet eens. En er is geen eens kans om... Kijk, hij bestaat het heel goed. Hij blijft gewoon doorgaan. Marco valt niet. Ja, Marco valt. Dus nu krijgen we airco's van de vaartweg. Hier komt net, dames en heren, iemand bij me. Die komt nog twee mensen opgeven. En die willen dus ook graag meelopen. Ik krijg straks de dame. U ziet het wel, ik heb het wel goed gehad. Het is een dame van applaus, mag ik dames en heren. U ziet dus wel, of u hoort dus wel, dames en heren, dat ik er geen verhaaltje van maak. Alles wat ik hier vertel is echt de waarheid. Zie, hij oriënteert zich eigenlijk zeer goed. Bos die blijft gewoon, nee, Bos spreekt er ook af. Dames en heren, Bos is er dus niet afgevallen, maar Bos is er afgesprongen. Hij staat, ja. U ziet het. Oh nee, dan lacht hij om. Hij blijft. Dat ziet u wel. U hebt het, hij trekt zich er niks van aan. Hij blijft rustig doorgaan. Even stilte. Hij is wel zo verstandig dat zij. Ja, hij is wel zo verstandig dat zij even zelf weet dat aan die haak. Maar hij mag het rustig over blijven doen. Hij kent het ook. Nee. Hop, laat jij het niet kennen. Nee, jammer. Ik vind het heel erg jammer dat die hond er weer afvalt. Dames en heren, u ziet het hier, het is grandioos wat deze jonge jongen doet. Het is een jeugdig talent en hij loopt net zo makkelijk eroverheen. Ik had erin, ach jammer, hij is er eind ver gekomen. Maar ook hij. Dus Beekhuis van de Blauwe Reigen die gaat op klompen. Simpelzampen zompen, Beekhuis gaat op klompen. Ja, alstublieft. Ik vind het fantastisch wat deze jongen doet. Mensen, ik wou dus graag daar een grandioos applaus voor hebben. Dat kan dus wel. Alleen het ligt nu even iets anders. Ja, daar gaan ze. Van dieren mijn kop niet ver. Erg jammer natuurlijk. En in Marken. Dus voor de vierde keer gaan ze nu ook hier in Spakenburg. Het is grandioos wat hier gebeurt. Dames en heren, ik mag u dat erbij vertellen, ze is er niet afgevallen, ze is er zelf uit haar eigen afgesprongen. Het is echt een grandioos spektakel. Daar gaat ze, het is Ernst-Jan Veldhuizen. Zeer sterk. Maar je hebt ook speciale families die hier niks anders doen dan boefsmied lopen. Dus we krijgen nu Lars Veldhuizen. Ook een hele sterke. Hij is al wat midden, hij komt niet ver. En ook partijen gedaan. Alleen nu komt hij helemaal niet ver. Ja, hij is er precies in het midden gekomen, dames en heren. En ik krijg hier een Jacco Heijnen, die komt ook ver. Jacco Heijnen heeft het bijna gehaald. Kijk, daar gaat Ad. Dat zijn mensen van de EVO. Die kunnen er toch wat van. Het is allemaal, alsjeblieft allemaal, en even echt stilte. Nee, hij haalt het wel. Vaker over diep adem. Zo hoort dat natuurlijk met een gaat Kees heen. Kees, K
Kees. Kees is geen bang. Kees die blijft gewoon doorgaan. Kees haalt het niet. Het is geweldig wat ze daar doet. Nee, ze blijft hangen. Maar ze, zolang je het water niet raakt, mag hij doorgaan. Dus, wat zeg je? De boedelstem. Ja, wat hij nou zegt, weet ik ook niet. Maar goed, dat moet Jan zelf ook maar zien. Ze blijft hangen. Zorg dat je geen water raakt, want als je water raakt, dan ben je verliezer. Ik heet u namens het VVV hartelijk welkom in Spakenburg. Vandaag hebben we een bijzondere opening, want daar gaat straks een botter van de helling. Dat is even een sensatie om dat te zien. Want de werf, daar zijn we een beetje trots op, vanwege dat het allemaal nog in de oude stijl gebeurt.